Welkom bij een nieuwe video van het Off-Grid Centrum. In deze video wil ik het met je over hebben of de Victron-omvormers nog steeds de beste thuisbatterij-omvormers zijn in 2023. Ja. Hier hangen de Victron-omvormers. We zijn deze week bezig met de setup in onze showroom wat aan het aanpassen. systeem ophangen. Um, maar ik was afgelopen week bij de Solar Solutions-beurs. En daar is, heb ik echt heel veel gezien. Gigantisch veel thuisbatterijen, gigantisch veel omvormers, merken die met hun eigen thuisbatterij komen. Dus er is ontzettend veel meer ontwikkeling op deze explosieve markt voor thuisbatterijen. Waarin ja, alle fabrikanten logischerwijs een graantje mee willen pikken. En nou, Victron doet dit natuurlijk al jaren. Heeft misschien wellicht een kleine voorsprong op deze markt. Hè? Ja, zeker weten eigenlijk wel. En hè, we gaan eens even kijken van hè, hoe verhoudt Victron zich tot die andere systemen en daar gaan we dus in deze video even over hebben. Zelf ben ik van mening, zeker na het bezoek van afgelopen week van de Solar Solutions, dat de Victron nog steeds aan kop is met de omvormers om, he, en dat ze gewoon nog steeds de beste zijn. En in deze video ga ik je daarom vertellen, vijf punten, vijf, een vinger extra, ik had uh, vier, vijf, vijf punten waarom ik denk dat de Victron nog steeds aan kop gaat. Volg mij, dan loop ik je er doorheen. Het eerste voordeel, en misschien ook al meteen het grootste voordeel van de Victron-omvormers ten opzichte van de andere omvormermerken, is de vrije keuze in het kiezen van je accu. Kijk, Victron accu's kun je natuurlijk gebruiken met Victron. He, of je kunt natuurlijk Victron accu's gebruiken bij je Victron omvormer. Maar bij thuisbatterijen gebruiken meeste mensen een Victron omvormer met een ander type batterij. Bijvoorbeeld een Surfer rack batterij, zoals de Pinotech. Dit is een hele populaire die wij uh, verkopen. Nou, stel je zo'n Solar Edge omvormer nemen, dan zit je eigenlijk ook vast aan een Solar Edge batterij. En daar zitten best nog wel wat prijsverschillen in als je bijvoorbeeld kijkt, hè, een 10 kilowatt solar edge batterij die kost iets over de 9.000 euro, en daar zit 10 kilowattuur in aan energie, en als we dat dus delen, delen, zitten we ongeveer op iets over de 900 euro per kilowattuur aan energie in je thuisbatterij. Hè, dus 900 euro de kilowatt. En als je een thuisbatterij neemt of een off-grid systeem, zijn de batterijen natuurlijk vaak het duurste onderdeel van het systeem. Dus op het moment dat jij de helft of meer dan de helft kunt besparen op de batterij zelf dan is dat natuurlijk een ontzettend groot voordeel voor Victron. En zowel de Solar Edge als de Binon accus zijn allebei LFP-accu's. He, dus het zijn dezelfde type cellen. Ze zijn op dezelfde manier gemaakt. He, ze gaan allebei ongeveer 6000 cycli mee. Dus 6000 keer laden van 100 naar 0% en terug. He, dus dat is allemaal heel vergelijkbaar qua, technie qua techniek, maar niet qua prijs. Dus. Dat is echt een groot voordeel van Victron, dat je een vrije keuze hebt in batterijen en dat je niet vastzit aan een SolarX batterij, een Enphase batterij, een AP Systems batterij of een ander type batterij. Maar dat je zelf kan kiezen van hey, neem ik een Tech accu, server rack of je neemt bijvoorbeeld een 5 of 10 kWh Powerwall zoals deze jongen. He, dus met Victron ben je gewoon heel flexibel. Je kunt nu accu's nemen uh, he, en je hebt een vrije keus waardoor je voordeliger uit bent. Maar ook in de toekomst, over 15 of 20 jaar, als je accu's gedegradeerd zijn, kun je ook altijd ervoor kiezen om weer een nieuw type accu uit te zoeken. Omdat Victron gewoon met zoveel verschillende accu's samen kan werken. Het volgende punt is. Noodstroom, nou, dit is iets waar Victron nog echt in uitblinkt en wat me echt nog een beetje tegenviel van de andere omvormers uh, die op de markt zijn op dit moment. Nou, hoe werken de meeste thuisbatterijen die ik heb gezien? Die werken met bijvoorbeeld een gripmeter zoals deze. Nou, dit is het rentje die we bijvoorbeeld gebruiken met Victron en andere merken hebben het eentje die erop lijkt, hè? gewoon een gripmeter. En wat doet deze meter? Deze meter die plaats je direct bij binnenkomst in je, meter, in je meterkast. Sommige gaan ook in de PE-poort. En deze meet eigenlijk gewoon alle in- en alle in- en uitgaande stroom. Nou, en op het moment dat die stroom dan niet geleverd wordt door de zonnepanelen... dan gaat die dus de batterij ontladen met diezelfde hoeveelheid. Maar wat gebeurt er op het moment dat het stroom uitvalt? En dus op het moment dat het net wegvalt, dan gaan je zonnepanelen uit. Want anders worden de mensen die aan het net werken aan het netwerken die kunnen onder stroom gezet worden. Dus uit voorzorg werken zonnepanelen niet op het moment dat het net wegvalt. Nou, en die thuisbatterij is precies hetzelfde bij heel veel merken. Die mag ook niet terugleveren aan het net op het moment dat het net wegvalt. Dus ondanks dat je zonnepanelen hebt, ondanks dat je een batterij hebt, hij levert niet terug. Dus je hebt aan beide dan niks in het geval van een stroomuitval. Nou, en Victron heeft daar wel iets voor. Die heeft daar een aparte uitgang voor. Dus als je even meekijkt, we hebben hier een ingang. Dus deze valt uit op het moment dat de AC in. Hier wordt over teruggeleverd aan het net en deze valt uit op het moment dat er geen uh, stroom um, he, van het net meer beschikbaar is. Dus dan kan de Victron ook niet meer terugleveren. Maar de Victron heeft daarvoor een extra uitgang, de AC-out 1 en de AC-out 2. Dus via hier kan die dan nog wel stroom leveren aan je huis. Dus dit is eigenlijk je noodstroomuitgang. Nu zijn er ook een paar merken die wel een noordstroomuitgang hebben. Maar ook die zijn nog beperkt ten, als je ze vergelijkt met die van de Victron. Want waarom? Stel je hebt een MultiPlus van Victron. De 485000. Die levert 4000 watt. Continu kan die uh, leveren bij 25 graden. Nou, stel je neemt een Solis die dat ook kan. Die levert ook 4000 watt. Dat is bijvoorbeeld een omvormer die ook zo'n AC backup uitgang heeft voor noordstroom. Dus beide omvormer merken hebben die uitgang. Um, maar ze zijn toch niet helemaal hetzelfde, want een Victron heeft iets unieks en dat is eigenlijk de transfer capacity. Nou, wat houdt dat precies in? Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een wasmachine hebt aanstaan, een droger hebt aanstaan en nog een waterkoker en je gebruikt bijvoorbeeld 6000 watt in jouw huis. Dan die Victron omvormen kan maar 4000 watt leveren. Dus dan komt de 4000 watt komt uit de batterij. En de overige 2000 watt wordt alsnog uit het net gehaald, indien dat niet is uitgevallen en het net beschikbaar is. He, dus hij haalt gewoon nog een beetje 2000 watt wat hij tekort komt, haalt hij er gewoon bij uit het net. Nou, stel jij zou dat allemaal doen op de AC-out, op de backup-output van bijvoorbeeld een solar omvormer die 4000 watt levert, dan knalt hij eruit. Dan zegt hij, daar gaat hij uit en dat doet hij niet. Want hij kan niet ook nog dat stukje uit het net erbij halen. Dat, dat, ja, dat, dat, dat kan die omvormer niet. Die, op die uitgang levert hij dus maximaal 4000 watt. Nou, en dat komt er eigenlijk in de praktijk op neer: dat je maar één maximaal twee, als het niet al te grote groepen zijn, twee groepen achter zo'n backup output kunt doen van zo'n solus. Dus je kunt niet je hele huis voorzien van stroom of alle groepen veilig stellen. Maar, maar een beperkt aantal groepen heb je dan voor Noordstroom. Dus je kunt niet overal Noordstroom hebben. Nou, stel je hebt bijvoorbeeld die Multiplus 485.000, waar ik het net ook over had. Die levert dus 4000 watt. Maar die kan 50 ampère doorschakelen. Dus stel dat jij nog een 1-fase aansluiting hebt in jouw woning bijvoorbeeld. En die 1-fase aansluiting is 35 ampère. Dus er komt 35 ampère leiding 1-fase komt jouw woning binnen. Zou je die dus volledig door de Victron kunnen laten lopen. En is dus jouw hele huis beschikt dan over stroom op het moment dat het net wegvalt. Nou, dan geldt wel die beperking van 4000 watt, hè, want hij kan niet dan er nog stroom bijhalen uit het net. Maar je hoeft geen keuze te maken in de groepen die je wil voorzien van Noordstrom. Je moet nu gewoon, je hebt overal stroom, maar je moet even rustig aandoen met. Uh, de Totale apparaten die je aanzet, nou, en dat is dus een keurs die je bij de SOLUS niet kan maken. Want stel je zou alles erdoorheen doen, ja, dan heb je overal in je huis altijd maar 4000 watt. Nou, dat is ontzettend, uh, hè, dat is net een beetje dat is net iets meer dan op de camping in uh, Zuid-Frankrijk. Nou, dat is niet waar, dat is wel een, een stuk meer. Ja, dat is wel een beperkende factor, dus dat ga je niet doen. Daar moet je echt die keuze maken van welke groep wil ik Noordstroom en bij Victron hoef je die keuze niet te maken. Bij, bij bijvoorbeeld, als je zegt van ik heb een in fase aansluiting met de 48. 5000. Ja, of zoals wij hier doen, voor een driefase aansluiting neem je drie iets kleinere omvormers die 32 gaan kunnen doorschakelen en dan kun je bijvoorbeeld je hele drie fasen er doorheen laten lopen. Dus dat is wel mogelijk met de Victron, maar dat is niet mogelijk met andere merken die ik heb gezien op de Solar Solutions. En uh, nou, heb jij wel, ken jij een ander merk omvormer die dat wel kan? Laat het me weten, want ik ben er op de Solar Solutions nog niet één tegengekomen die die transfer capacity heeft, zoals de Victron dat wel heeft. Het derde punt waarin de Victron zich onderscheidt van de andere omvormermerken die ik heb gezien. Is de software en de software updates. Voor Victron is software ontzettend belangrijk. En er zijn ook constant updates en verbeteringen van die software. Dus het kan best wel zijn dat, hè, dat jij nu een Victron koopt deze maand en dat je hem neerhangt. En dat hij iets nu nog niet kan wat hij dan bijvoorbeeld volgende maand weer wel kan. Nou, neem een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dynamische tarieven. Handelen met de stroomprijzen. Dat is nu al wel mogelijk met de Victron. Maar daarvoor moet je nu een extra softwarepakketje installeren. Node-RED. Dat doen wij hier in de showroom ook. Op het moment dat de stroom gratis is, dan laden we, laden we de accu's ook op. Dus niet alleen met de stroom van de zonnepanelen, maar ook als er bijvoorbeeld overdag gratis stroom van het net te halen is, met dynamische tarieven. Dus dat doen wij hier ook in de showroom met ons systeem, maar en dat is nu mogelijk met een extra softwarepakketje genaamd Noodred. maar dit is ook zoiets wat volgende maand of misschien wel echt die maand erop, Victron is er druk mee bezig, ook direct ...automatisch al in de eigen Victron software zit. Dus dat zijn dingen waar ze constant mee aan het ontwikkelen zijn en aan het verbeteren zijn. Eigenlijk net een beetje als een Tesla, een auto die constant geüpdate wordt over de air... ...en met nieuwe functies, nieuwe updates en nieuwe mogelijkheden. Wat, je, wat we bijvoorbeeld zien bij andere omvormermerken is dat er vaak nog een abonnement extra nodig is. Volgens mij zag ik op de beurs, heb ik bijvoorbeeld een partij gesproken, die heette Blink, Bink. Sorry als ik het niet precies goed zeg. Maar dat is dus een partij en die, geeft, die heeft dus slimme software geschreven voor het handelen op basis van de stroomprijzen met dynamische tarieven. En daar kun je dan bijvoorbeeld je SOLES omvormer op aansluiten en dan wordt dat allemaal geregeld. Dan kun je daar zelf verder niks aan instellen. Je koopt het abonnementje. En 7 euro per maand was het volgens mij, of 7,50 euro. En dan gaat hij, gaan hun voor jou handelen op basis van de stroomprijzen. Nou, en dat is iets wat de Victron al ingebouwd heeft. Dus dat scheelt je dan weer een abonnement. En andere merken zeggen van, ja, wij bouwen een omvormer. En eh, wij maken een open protocol waarop mensen kunnen inhaken. En eh, dan kunnen daar bedrijven diensten op aanbieden. Nou, dat kan ook met de Victron, want Victron is ook helemaal open source. Maar Victron heeft al st een stuk meer functies... Out of the box ingebouwd in een software waardoor je veel zelf kan instellen, veel mogelijkheden hebt. En het volgende punt, dat is punt nummer vier en dat is eigenlijk de open community. Victron heeft een gigantische community. Heel veel mensen hebben Victron-systemen. Dus heel veel mensen ontwikkelen Victron-systemen. Er is een heel groot forum. Op heel veel andere internetfora wordt gepraat over Victron-systemen. En er zijn heel veel mensen die bijdragen. Aan de Victron software, die er stukjes code voor schrijven, die de dingen mogelijk meemaken. Dus, we hebben hier bijvoorbeeld het scherm. Maar wil je daar een paar andere dingen op zien, dan kun je daar weer softwarepakketjes aan toevoegen. Nou, ik snap dat punt 4 echt niet voor iedereen is. Veel mensen hebben gewoon het systeem en die willen gewoon dat het draait zoals het draait. En die vinden het leuk als Victron af en toe met een nieuwe update komt, zodat ze kunnen handelen, bijvoorbeeld met de stroomprijzen of dat ze daar wat aan kunnen instellen. Maar ja, kijk, op het moment dat je net zo nerd bent als ik. ...en die het wel heel leuk vindt om allemaal dat soort dingen te modifieren... ...ja, dan kun je met Victron echt je hart niet op. En dat is echt iets waarin ze zich onderscheiden door hè, een beetje dat open source karakter... ...waardoor je alles kan aanpassen aan het systeem en er gewoon ontzettend veel mogelijkheden zijn. Het vijfde en laatste punt van waarin de Victron zich onderscheidt van de andere merken... ...is toch wel de flexibiliteit. Want het maakt helemaal niet uit of op het moment dat jij op dit moment... ...een Solar Edge, een Huawei, een GoodWe, een SMA... Een Fronius zonnepaneel omvormer heb hangen of al een systeem hebt, je kunt altijd een Victron systeem met een thuisbatterij toevoegen aan je systeem. He, die kun je bij ons gekocht hebben he, bij het off-grid centrum, altijd een goed idee, of bij een andere partij. He, dat maakt voor de werking niet uit. Je kunt altijd later, op het moment dat jij die dus al hebt, kun je dus een Victron systeem met een batterij toevoegen. En dan, dat, dat werkt naadloos met elkaar. Misschien heb je een gripmetertje nodig die hè, de opbrengst uh, meet van die panelen. Maar je kunt het altijd toevoegen en uitbreiden. En ook op het moment dat je het systeem eenmaal hebt, kun je makkelijk uitbreiden. Kijk, hier bijvoorbeeld bij dit systeem hebben wij zonnepanelen aangesloten middels een MPPT. Die zie je hier. Dit is bijvoorbeeld een MPPT, een 25060. En hier sluiten wij bijvoorbeeld, in ons systeem zitten hier nu 10 panelen aan. Gaan we de 10 panelen aankoppelen. Nou, wil je later bijvoorbeeld nog twee panelen erbij, nou, dan komt hier gewoon een heel klein MPPT-tje naast. Wil je er vier bij, nou, dan wordt het een iets grotere of hè, noem maar op. Je kunt altijd makkelijk panelen toevoegen. Je kunt ook zeggen van ja, uh, ik voeg panelen toe op micro-omvormers of op een AC-gekoppelde omvormer, hè, zoals, uh, zoals bijvoorbeeld de Fronius. En die sluit ik gewoon aan op de AC-out in de meterkast. Dat kan ook allemaal. Dus je bent eigenlijk heel flexibel. Je kunt makkelijk panelen toevoegen. Een paar panelen, veel panelen. Je kunt alle kanten nog op met op het moment dat je een Fictron systeem neemt. En dat maakt je gewoon uitermate flexi flexibel voor de toekomst. Je weet ook niet wat de toekomst brengt. Je weet niet welke ontwikkelingen er nog gaan komen. He, wat er allemaal nog mogelijk wordt aan panelen, omvormers, windmolens, noem het maar op. Maar je weet in ieder geval dat je gewoon toekomstbestendig bent door de hoge mate van flexibiliteit van de Victron omvormer. Dan is dit alweer het einde van de video met de vijf punten waarin ik je uitleg waarom de Victron nog steeds eigenlijk de beste omvormer is. Naar mijn mening voor een thuisbatterij in 2023. Er, zijn, er is een hoop gaande dus in de markt. Er komen een hoop ontwikkelingen bij. Maar Victron heeft echt nog wel een paar punten... waarin ze sterk voorlopen op de andere omvormermerken... die op dit moment op de markt zijn. Misschien dat het in 2024 anders wordt, ik weet het niet. Maar ik denk dat je met Victron eigenlijk altijd een goede keus maakt... door die constante software-updates, die constante veranderingen... en de flexibiliteit van het systeem... zodat je later ook andere systemen nog weer kan toevoegen, koppelen... Ja, het is gewoon een heel allround open source systeem waar je denk ik echt een goede keuze aan hebt ben je nou naar aanleiding van deze video enthousiast geworden over een Victron thuisbatterij systeem dan kun je contact opnemen ik zal hieronder een link plaatsen waar je op kan klikken dan kun je gelijk een offerte aanvragen kun je wat dingetjes invullen voor jouw situatie en dan krijg je een op maat gemaakte offerte toegestuurd en je kunt natuurlijk ook al de systemen even bekijken op onze website daar zal ik ook een link naartoe plaatsen een paar standaard systemen vind je het ook leuk nadat je daar hebt gekeken en ben je benieuwd om ook eens in onze showroom te kijken dan ben je natuurlijk ook hier harte welkom om een afspraak te maken met bijvoorbeeld een van mijn collega's. Dan kun je eens even zien hoe ik dit systeem heb afgemaakt. Dan kun je eens even kijken hoe een spectronsysteem systeem in levende lijve werkt, hoe het werkt, uh, wat je er allemaal mee kunt. Dus lijkt het je leuk om langs te komen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom in Wierden. En voor nu bedankt voor het kijken van deze video. Als je hem tof vond, doe een like. En ook, he, heb, wil je nog wat weten over Victron, een thuisbatterij? Wil je nog graag wat zien? Heb je een idee voor een volgende video? Laat het me ook weten in de comments. Dat helpt mij om ook weer betere content te maken voor jullie. En dan heb ik weer ideeën voor nieuwe video's. Want ik vind het ook heel leuk om deze video's voor jullie te maken. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.